De eerste sprintwedstrijd om de zilveren bal is dinsdagavond gewonnen door Heather McLean. Bij de mannen ging de eer naar Gilmore Jr. Tijdens deze laatste schaatswedstrijd van het seizoen klonk in de Elfstedenhal swingende dancemuziek. Een DJ zweepte het publiek op met de nodige beats en GK Events had gezorgd voor sfeervolle showverlichting. Onder deze omstandigheden wisten de deelnemers uitmuntend te presteren. Steven Groothuis, die zijn laatste wedstrijd reed, wist zelfs nog een persoonlijk record neer te zetten. Oudschaatsers Karsten van Zeijl en Jan Ikema zijn de initiatiefnemers van dit sfeervolle ijsgala. Ready? Hier wordt gestreden om de zilveren bal. Het is eigenlijk een beetje een knipoog naar de gouden bal die hier op de Prinsentuin wordt gereden. Het is een dameswedstrijd over 140 meter. Nou, dat kunnen we hier niet rijden, maar 100 meter wel. En hier worden de snelste 100 meter rijders en rijdsters van de wereld, die doen hier mee. Ja, want er waren nog een paar die hadden nog wat tijd over na afgelopen weekend. Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk het idee van hey, die laatste wedstrijd, die World Cup Final in Heerenveen. Ja, dan kunnen wij misschien die buitenlanders hier wat houden. En dan kunnen we ze op de dinsdag na dat festijn, kunnen we ze hier naartoe trekken. En ja, daar zijn we 2 maanden geleden daarmee begonnen. En ja, nu vanavond is het zover. En als je dan ziet dat het lekker vol loopt en al die lampen. Ja, we zijn 2 dagen heel druk bezig geweest. Ik voel me geweldig. Het is een hele andere soort wedstrijd dan we gewend zijn van de schaatsport, zeg maar. Ja, nou, normaal is het langere afstanden. En dit is misschien ook wel een beetje een... ja, weet je, ooit, 20 jaar geleden, deden we het ijsgala. Dat was Veronica's ijsgala, daar deed ik zelf nog aan mee. En er zat ook een onderdeel 100 meter in. En dat waren veel meer afstanden. En ja, misschien dat we ooit nog eens een keer uitgroeien tot zoiets. Dat het een beetje een feest is voor de schaatsenrijders. Dat ze hun enthousiasme, het seizoen zit erop. En dan kan je soms nog verraderlijk hard rijden. Go to the start. Stefan, ja, weer een wedstrijd op de kalender. Hoe is dat? Ja, echt de allerlaatste. Het was, nou, ik had me hier al voor opgegeven voordat ik echt definitief besloten had om te stoppen. En, ja, ik vond het echt wel een heel gaaf initiatief wat Jan Ikema met zijn partner hier opgezet heeft. En ja, dan wil ik ook gewoon hier nog verschijnen aan de start. En de grap is eigenlijk dat ik dus in mijn allerlaatste race hier, nou, ik weet niet of ik zo nog een keer moet, nog een PR rijdt, 100 meter. Oké, ja, dat zou je altijd zien, hè? Ja, dat is wel heel typisch. Dat is me al 5 jaar niet gelukt of zo'n PR. Dus, heeft het ook iets met de baan te maken hier misschien? Ja, nou, het ijs is prima inderdaad, goed ijs. En, ik vind het vooral heel sfeervol. De hal vond ik al sfeervol toen die gebouwd werd, zonder dat deze aankleding er is. Maar met deze aankleding erbij ziet het natuurlijk helemaal geweldig uit. Nou, we beginnen met 27 heren en 27 dames. Dan gaan de tijdsnelsten, de 18 tijdsnelsten, die gaan over. Dan komen we op 9 uit en dan is het een afvalsysteem. Maar dan is het afvalsysteem wel zo dat de snelste natuurlijk niet tegen elkaar rijden in het begin. Maar aan het eind dat we dan een finale krijgen waar de beste 3 tegen elkaar strijden. En dat je het publiek gelijk kan zien, wel of niet, wie dan 1, 2 en 3 is. En dat allemaal in deze ambiance. De lichten gaan net uit en de sfeerlichten gaan aan. Ja, daar hebben we zeker niet op bezuinigd. Op geluid en op licht. Ja, dat is tegenwoordig een beetje zo. Als je naar de atletiek kijkt, dan zie je dat ook. Daar hoort een discjockey bij. Ja, aan de ene kant, ja, mensen willen vermaakt worden op een hele andere manier dan toen ik vroeger schaatste. Ja. Waarom heb je er zin in? Ik heb er ongelooflijk veel zin in en ik ben ook heel trots op alle vrijwilligers en alle mensen en de sponsoren die ons geholpen hebben.